De rode draad in mijn boek is dat geboren leiders eigenlijk geboren volgers zijn. Ze worden onbewust gevormd door de helden uit hun jeugd. Het kunnen fictieve personages zijn, maar het kunnen ook levende rolmodellen zijn. Mijn eigen rolmodellen, dat blijken achteraf mijn striphelden te zijn. Ik heb thuis een grote boekenkast en links staan de 150 managementboeken, maar die heb ik allemaal gekocht tijdens mijn loopbaan. Maar voordat ik manager werd, had ik al 600 stripboeken gelezen en al die prachtige voorbeelden van die inspirerende leiders, want dat zijn ze eigenlijk. Een mooi voorbeeld uit mijn boekenkast, The Leadership Moment, prachtig managementboek, maar het was 40 jaar geleden al geschreven, toen heette het Kuifje en Tibet. Een ander voorbeeld uit mijn boekenkast, nummer 19 van Lucky Luke, Naijver en Painful Girls. Briljante manier hoe hij de vete tussen twee families oplost. Eigenlijk verplichte literatuur voor elke mediator. Ja, mijn favoriete managementboek is eigenlijk Verschroeide Aarde van Bernard Prins. Hierin doet Bernard Prins alles wat een goede leidinggevende moet doen. Hij zorgt ervoor dat zijn mensen boven zichzelf uitstijgen. Zelf gaat hij door het vuur om een groep vluchtelingen te redden. Hij komt zelfs nog wat beren op de weg tegen. Hij brandt zijn handen, maar uiteindelijk hij behaalt het beoogde resultaat. En dat behoort een goed manager ook te doen. Belangrijk element is dus, je hebt rolmodellen, maar realiseer dat je in je rol als leidinggevende ook zelf het rolmodel bent voor mensen.